Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zoltrex, de enige echte. Nou, het beeld is wat minder. Ik heb mijn camera bij me en mijn camera die heeft problemen. Mijn camera geeft problemen, ik kan voorlopig even niet meer filmen. Ik heb al 5 keer heb ik al de intro opgenomen, maar ik heb dus problemen. Misschien iets met de kou of zo. Andere batterijen gedaan, ook problemen. Er zit iets niet goed, maar we zijn in ieder geval bij de sloop van... Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij hier op het Zoltrex, de enige echte. Nou, het beeld is wat minder. Ik heb mijn camera bij me en mijn camera die heeft problemen. Mijn camera geeft problemen, ik kan voorlopig even niet meer filmen. Ik heb al 5 keer heb ik al de intro opgenomen. Maar ik heb dus problemen, misschien iets met de kou of zo. Andere batterijen gedaan, ook problemen. Er zit iets niet goed, maar we zijn in ieder geval bij de sloop van Kolkplein. Nou, ik kan dus wel de camera draaien, dat is dus een mooie meevaller. Dus ik moet alles even met mijn mobiel filmen. Ik wou nog naar een tweede locatie gaan. Dat ga ik vandaag niet meer doen. Aangezien mijn camera het niet doet, houden we het vandaag helaas maar bij. 1 vlog, helaas. Ik moet eerst kijken wat er met mijn camera aan de hand is. Want mijn camera die heeft echt fucking veel problemen. Hij staat constant uit. Slaat hij. Nou, hier Francis Dierenshop. Die roltrap daar zo. Daar heb ik ook auto op gestaan. Een gek leuk feitje is dat. Bij de 500ste vlog had ik twee van de knaldingen had ik nodig. Dat weten jullie nog wel. Die heb ik toen in de Efteling afgestoten. Die auto is hier gekocht. Voorlopig. Is dit dus. Alle winkels zijn als goed verhuisd, maar dit gebouw is plat. Of dat gaat allemaal plat. Dit gaat ook nog allemaal plat. Alles gaat plat. Ja, jammer dat ik niet met mijn eigen camera kan filmen. Maar ja, voorlopig moet ik het maar even hiermee doen. Je ziet ook echt een hele hoop glas leggen. Kijk eens, wat een glas joh. Jeetje. Dan leggen we een partij glas. Dat wil je niet weten. Nou ja, in ieder geval... Dit is dus het Kolkplein. Ja, Ger die zei van, ze gaan hem binnen een week gaan ze hem slopen. Maandag gaan ze al beginnen. Nou, dat bleek bleek tegen te vallen. Want dat duurde nog een paar weken. Ze moesten natuurlijk ook alles nog leeghalen en zo. Maar goed, in ieder geval zijn we bij de sloop. Ja, sorry dat het beeld wat minder is en ik af en toe even moet switchen. Maar... ik wou toch nog even een stukje laten zien van de sloop. Dit gaat als het goed is ook plat. Oh, dat gaat ook plat. En hier hebben we dus de nieuwe Dirk van de Broek. Maar ze hebben al een beginnetje gemaakt hoor. Ze zijn al aardig ver. Zijn ze al. Kijk maar. Hier hadden ze dus ook... Hoe heet dat? Stond hij helemaal rond, zeg maar. Nou, inmiddels is dit er dus nog maar van over. Het is echt... Baal ik dan weer van. Hè? Wil ik eindelijk weer eens een keer 2 vlogs opnemen. En dan geef ik mijn camera niet thuis. Geef mijn camera storing. Ik hoop dat dit een beetje goed beeld is. Mocht mijn camera ermee uitscheiden, kan ik altijd nog gewoon doorgaan met deze telefoon. Moet ik later natuurlijk wel weer een nieuwe camera kopen. Want ik ga natuurlijk wel een nieuwe camera kopen dan, als die echt kapot is. Ik hoop het niet. Ik heb deze 4 jaar of zo, dus... Maar, hier nog een bord van het Kolkplein Theater. Maar dan kan ik in ieder geval nog even met deze filmen. Nou, je ziet het. Dit was ooit een parkeerplaats waar je heel duur moest betalen. Nou, inmiddels is het één ruïne. We gaan er even teruglopen
of verder lopen bedoel ik. Dan wil ik eigenlijk over het fietspad wil ik weer even teruglopen naar de plek waar ik het Het is wel grappig, over deze weg daar rijd ik altijd overheen. Dan zag je altijd dit gebouw. Het is echt wel vreemd als je nu dus zeg maar, ja, dat je nu dus zeg maar, als je hier langs loopt, dat je dat gebouw niet meer ziet. Dat is wel heel vreemd. Maar goed, het is, ze hebben in 5 dagen tijd, hebben ze toch al aardig wat gedaan. Ze zijn aardig aan sleutel geweest. Het is koud. Oh, verschrikkelijk zeg. Ja, verschrikkelijk koud. Goed. Ja, hier zijn ze eigenlijk begonnen eigenlijk. Dit stuk. Hier ook. Daar zijn ze begonnen. Daar zijn ze zo naar achteren gegaan. Ja, hier reed ik dus altijd langs vroeger. Gek dat je er nou helemaal niks meer van ziet. Dit is nou een grote bouwput, is het. En ik denk dat ze volgende week wel kunnen zeggen dat dit ook allemaal weg is. En dat ze al aan de andere kant al bezig zijn. Maar ja, het is allemaal plat jongens. Dit gaat allemaal weg. Ja, toevallig 2 sloopdingen achter elkaar. In het Sterkwartier gaat ook een flat plat. Daar wou ik nog even een updateje over maken. Ik weet nog niet of ik dat vandaag ga doen. Ik denk het niet meer. Want ik heb problemen dus, zoals ik al zei, met mijn camera. Dus ik moet nou alles met mijn telefoon. Moet ik nou alles filmen. Kan wel op zich. Maar het is ook een beetje kloot, hè. Want het geeft nogal af en toe geeft het nog wel eens problemen. Als ik dus, ja, als ik dus wil gaan filmen en het, dan zet ik het over van de telefoon op de computer, dan geeft het af en toe nog wel eens problemen. Maar hier en dan nog een stukje. En dan ga ik zo weer terug. Ik wil toch nog even deze update even maken. Ze zijn dus al heel ver al. Ja. Ja, hier zat ook vroeger die meubelzaak. Nou, hier komen we weer bij bij de roltrap uit. Kijk, eens even glas, jongen. Oh, echt een partij glas leggen. Ja, ze moeten het wel afzetten. Want anders dan is het fietspad echt helemaal bezaaid. Het zou ook gevaarlijk wezen als ze het plat gooien en de rijden vlak langs waar rijden fietsers. Dus, maar goed, in ieder geval, ja, ze zijn dus al een heel eind. Ik denk dat ze volgende week al een heel stuk verder zijn. En misschien is het, misschien is het ook al helemaal weg al. Dat zou ook nog kunnen. Want het gaat best wel rap, gaat het. Het gaat best wel rap. Dus, ja, tot zover eventjes een overzichtje van Kolkplein. Waar ze dus de boel hebben plat gegooid. Ja, nou, ze zien, ze zien dat je met de camera loopt en dan lopen ze al nog dwars door je heen. Beetje asociale mensen. Maar goed, in ieder geval, dit was even een updateje. Bedankt voor het kijken. Ja, jammer dat de camera kapot is. Ik hoop dat ik later kan melden dat mijn camera het weer beter doet. Maar bedankt voor het kijken. Abonneer voor nog meer leuke content. En druk op belletje, abonneer, like deze video en dat kijken, dat heb nou nog meer belangrijke dingen meegemaakt. Want hoe meer kijkers ik heb, dan kan ik dus binnenkort, ken ik dus reclame inkomsten doen. En dat is nu wel hard nodig met de camera die nou kapot is. Dus blijf kijken en steun mij en help me aan een nieuwe camera. Jongens, groetjes vanuit Spijkenisse en ik spreek jullie allemaal. Hoi!